Oh, dames en heren, daar was u al. Goedenavond en welkom bij het eerste EK-journaal. Ik was net bezig om alles klaar te zetten wat we deze EK nodig gaan hebben. En er is nogal wat, hè. U moet altijd goed voorbereid te werk gaan. Ik heb het een en ander uitgestald. Kijk, dit is Johan. Dat is onze mascotte. Johan, kom er maar even bij. U ziet het, het is een treffende gelijkenis met die andere Johan. Petje heeft hij op, gaat niet meer af tot de EK voorbij is. Hartstikke leuk. Wat hebben we nog meer, dames en heren? We hebben ze even uitgestald. Het is wodka. Het is tenslotte Polen. Hè? Dat moet altijd gevierd worden. Flesje wijn. Zijn we al aan begonnen? Want ja, het EK is één groot feest. Daar zie je het. Hè? Dat is dit glaasje. Dit is een betere wijn. Die wordt gedronken bij een overwinning. Alleen bij een overwinning hoor. Want anders gebruik je alleen maar slobberwijn. Dat is ook niet de bedoeling. Rosé. Want op een gegeven moment ben je bier zat. En je moet toch lazarus worden, hè? Is het niet waar? Een stukje kaas. Altijd lekker bij een wijntje of een wodkaartje of een rozeetje of een biertje. Banaantje, anders ben je daar door je krachten heen. Banaantje hoort erbij, lekker banaantje. Een mango, hè? Ja, u denkt, waarom hebt u nou een mango nodig? Maar mocht Denemarken scoren, gooien we deze door de televisie. Ja, dat begrijpt u wel. En dan hier, altijd lekker bij een EK, lekkere snackballetjes. Op het verkeerde feestje krijgen die altijd toegediend. Hè? Half lauw, altijd lekker. En dan morgenochtend natuurlijk pillen voor de hoofdpijn. Ja, want de kater, jongen, die zal niet te verstaan zijn. Glaasje melk voor de nadorst. Wij zijn er klaar voor. U ook? Vrolijk EK!